Ja, Hans van Alphen, de naam is gevallen. De tienkamper uit Alken verbeterde zijn persoonlijke record in het kogelstoten, maar is nog lang niet volledig fit. Van Alphen werd een dik jaar geleden geopereerd aan de enkel en sukkelt sindsdien met verschillende blessures. De revalidatie verloopt moeizaam, maar Van Alphen wil in september wel weer volledig fit zijn. Ik ben al even uit en de laatste maanden zijn het andere blessures. Dat is niet meer mijn enkele operatie. Dat is door te compenseren dat nu de andere kant eigenlijk problemen geeft. En dat zijn blessures die op zich niet heel ernstig zijn. Nou, dat gaat weer wel voorbij. Maar ja, als het seizoen eenmaal goed gevorderd is, dan ja, als je op het verkeerde moment met blessures zit, dan is het seizoen direct voorbij. En na vorig seizoen is het natuurlijk heel zuur, want ik ben natuurlijk wel gebeten om terug ja, iets te laten zien. En ik train ook niet om te trainen, ik train om die wedstrijd te doen en ja, die competitie, daar doe ik het voor. En nu, ja, nu mis ik dat natuurlijk wel een beetje. Dat is toch een van de fijnste wedstrijden in België. Veel publiek en toch ook wel een fijne sfeer. Natuurlijk had ik eigenlijk misschien nog wel liever verspringen meegedaan, maar ja, we besloten om een aantal weken geen belasting te doen voor mijn Achillespees. En daardoor ja, was de enige verstandige beslissing en de enige discipline die ik kon doen, kogel stoten. Ik heb al te veel meegemaakt denk ik, om mij te laten opjagen. Door die jaren heen heb je zoveel blessures gehad en die laatste blessures die ken ik perfect, heb ik allemaal al gehad. Dus ik weet dat dat ook voorbij gaat, dus daarom heb ik ook geen stress. Als het nu nog altijd die geopereerde enkel was die heel hard opspeelde, dan zou ik misschien wel panikeren, maar dat is niet het geval. Dus dat is eigenlijk het goede nieuws. Ja, de disciplines die ik kan doen, die doe ik. Maar ja, het is allemaal nog niet super specifiek en uiteindelijk ga ik dat wel nodig hebben om mijn eerste tienkamp te kunnen doen. Die is gepland 20-21 september, dus ik hoop dat ik tegen dan ja, toch terug gezond ben om die tienkamp te draaien. En dat zou dan een fijne afsluiter kunnen zijn van het seizoen voor mij.